Mijn eerste doel was het poortje in de Rooseveltlaan. Destijds een noodzakelijke vluchtroute voor Leonard en mij. Daarachter stond onze school bars als een gevangenis. Het plein ervoor grensde aan een moeras van gras en hondenvuil waar je in werd gesleurd. Ooit had het als verzamelplaats gediend bij razzia's. Oude koude schaduw onder het poortje. Na een eerste schets, een paar lijnen rondom een zwart vierkant waar ik een gat in de tijd onderschreef, draaide ik me om en stak de trambaan over. Op de stenen treden voor het portiek waar tante Ilse vroeger woonde, tekende ik verder. Na schooltijd gingen Leonard en ik vaak bij haar langs. Een theepot en drie kopjes werden geruisloos neergezet door een Indische mevrouw die in de achterkamer woonde en de hele dag in haar peignoir rondliep. Daarna verdween ze even geruisloos weer achter de schuifdeuren. De mevrouw verstopte zich voor een boze meneer die haar pijn wilde doen. Meer kwamen we niet te weten. Wel vertelde mijn tante steeds grimmige verhalen over wachttorens en crematoria, over ontsnappingen en opstanden, over kalkgroeven en gruwelijke proeven met kinderen. Als ze uitverteld was, keek ze Leonard met een diepe zucht aan. Arme, arme jongen. Arme, arme familie. Ik stond op en liet het portiek van tante Ilse achter me. De lucht boven de rails van lijn 4 vertoonde golfjes. In de verte het Victorieplein, badend in de hitte. Twee trams, zij aan zij. Uit de arcade kwamen schimmen met koffers en tassen. Tussen hen tekent zich een donkere gestalte af die naar me lijkt te zwaaien. Het kan niet, denk ik. In een reflex zwaai ik terug. Maar dan is hij weer weg. Is hij in een tram gestapt? Of heb ik een spook gezien? Soms lieten bepaalde herinneringen zich in volle klaarte zien. Ineens, op een plein of op de kop van brede lanen, als de zon op haar hoogst stond. Leonard, zijn ouders, zusje. Dan dook ik een donkere zijstraat in, waar het nog erger werd. Maar het grafiet sleepte me er doorheen. Net als 8 jaar geleden maakte ik hele reizen door mijn schetsboek. Nu eens was ik in het strakke, pas opgeleverde Plan Zuid, waar men het Amstelkanaal per pontje overstak. Dan weer was het zomer 1945, toen de schaduwen aan de voet van de huizenblokken leken op gebroken ruggen in een massagraf. In een portiek een blaffende hond zonder baas. Lichtgevende, handgeschilderde huisnummers in straten zonder zon. Vaak ook zwierf ik door de stad, waar ik 8 jaar later zelf met een wit katoenen zonnehoed in mijn kinderwagen werd rondgereden, straathoek voor straathoek, door mijn vader vastgelegd.